3, 2, 1. Voor de scholieren van het Zuiderzee Lyceum is dit jaar een afwisselend parcours uitgezet. Je ging er allemaal dingen ging je allemaal doorheen lopen, zoals het Bosbadhal. Heuvels. En je moest ook door HC de Meeuwenclub. Kijk hè. Zo. Wow. Let's go. We moesten ook de trap omhoog, daarbij dichtbij die scholencrossplek. Heel veel heuvels. Ik ging ook door de school heen lopen, dat is wel leuk. We moesten ook door sportgebouwen heen en zo. Ook door aarde en zo. Zo'n 75 leerlingen en meerdere medewerkers doen mee aan de belevingsvolle run. De loop heeft een duidelijk doel, zegt Marcel Dijk, docent lichamelijke opvoeding. Het is met name de bedoeling voor de leerlingen om ze in actie te krijgen, in beweging te krijgen. Dit is al van oudsher een evenement wat we de laatste donderdag voor de herfstvakantie organiseren. Maar een bijkomend voordeel voor de vereniging kan zijn natuurlijk dat ze kennis maken met de locatie, met de accommodatie. En dat ze misschien daar nog wat aan overhouden qua leden. Maar in eerste instantie gaat het ons om voor de leerlingen een leuk evenement te organiseren. En ook zeker voor het personeel. En daar hebben we dus dit jaar ook een behoorlijke opkomst van. En wat de leerlingen het leukste onderdeel vinden? Ik denk de school, want ja, daar mag je normaal niet doorheen rennen, dus. Dus dat is wel leuk. Nou, de school, omdat je daar niet heel vaak doorheen mag rennen. En het voelde wel een soort van als vrijheid. De run wordt gelopen onder natte omstandigheden. Daarom heeft Marcel Dijk het wedstrijdelement verwijderd. Ze lopen de tribune op bij de atletiekvereniging en de tribune weer af, wat gevaarlijk is. Dus nee, ze zijn geïnstrueerd. Geen tijdwaarneming, het gaat niet om de winst, het gaat wel om de prestatie, hou je het vol. En ja, alles qua veiligheid hebben we denk ik, tenminste tot nu toe heb ik nog niks gehoord, maar volgens mij is het allemaal goed veilig verlopen. Ik zie geen druppeltje zweet. Het heeft alleen een klein beetje gemiezerd aan het begin, maar aan het eind niet meer. Was het zwaar? Ja, best wel zwaar, omdat het toch wel gewoon 4 kilometer achter elkaar is. Het was zwaar, maar ik dacht echt dat we nog op de helft waren toen we hier waren. Dus eigenlijk viel het allemaal toch mee? Ja, eigenlijk wel. En of het belevingsvolle parcours uitnodigt om nog een tweede ronde te rennen? Nee.